Welkom bij de Game Contenters. Vandaag ga ik een potje FIFA spelen. Vandaag zal ik weer gaan voor een klassieke wedstrijd. En ik zal vandaag spelen met Ajax tegen FC Twente. Welkom beste kijkers vanuit Amsterdam. Deze wedstrijd hier in de Johan Cruijff Arena. Mijn naam is Sierte Vos en naast me zit collega Jeroen Grütter. En het is tijd voor een ouderwetse pot Eredivisie voetbal. Dit moet een geweldige wedstrijd worden, Jeroen. Het publiek is gereed, de scheidsrechter is gereed, de spelers zijn er klaar voor. En wij zitten er ook klaar voor. Kortom, we kunnen beginnen. Hij gaat verder. En een schot op doel. En een eenvoudig blok. Daley Blind. En daar is Sebastien Haller. De scheidsrechter fluit, maar lijkt zijn kaarten op zak te houden. Kieper komt eruit, pakt hem. Ik denk dat deze speler ook vandaag een belangrijke rol kan spelen. Wat kunnen we van hem verwachten, Jeroen? Oh, oh! Daar komt de kans aan. Dat leek op een aardige schietkans, maar de keeper mag nu gewoon een doeltrap nemen. Tegenstander maakt het Berghuis moeilijk. Ja, dat getuigt van spelinzicht. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. De speler staat in buitenspelpositie, zegt de scheidsrechter. Dit moet een doelpunt worden. Nog steeds in een gevaarlijke positie. Koek, koek. Het eerste doelpunt van de wedstrijd zit erin. Bij dit doelpunt gaat een heleboel goed. En toch ook een heleboel niet goed. Eerst maar eens die paas. Ja, die is perfect. Helemaal op maat. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. De score is geopend. Het is 1-0. En nummer 6. Davy Klaassen is alweer even aan de bal. Dat moet toch lukken, deze bal. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch een lekkere voetballer. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Treffer voor Ajax. Nummer 6. Davy Klaassen. Giovanni Troupé. Michel Vlap. Komt steeds meer naar voren. Bal belandt bij de tegenstander. Dusan Tadic krijgt nu de ruimte. Mogelijkheden voor een counter.
Tadic! Tadic moet deze maken! Bal blijft binnen naar die redding. Steven Berghuis. Nou, totaal geen richting aan deze bal gegeven. Tja, snelheid een 10, maar afwerking een 1. Vergeet u vooral niet te stemmen op de man van de wedstrijd. Hij komt onder druk te staan. Een romantisch diner voor 11 winnen. Hij weet het de bal te ontfutselen. Davy Klaassen. Goede kant van dichtbij. Ja, redding, yes! Oh, dat doet hij fantastisch zeg. Want van dichtbij wordt die bal op doel gewerkt, maar hij reageert heel snel. En dan voorkomt hij je doelpunt. Komt de hoekschop in het midden. Nu dan misschien. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Steven Berghuis. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Ajax rukt op naar de goal. En Berghuis voorbij zijn man. Makkie voor die doelman. Hij kan gewoon blijven staan. En daarmee begaat de speler van Ajax een overtreding. De verdediging werkt die bal goed weg. Ajax is de koning van het balbezit hier. En dat zijn we eigenlijk van de Amsterdammers gewend. Die middenvelders lijken haast ongenaakbaar vandaag. Oh, oh! Daar komt de kans aan. Ja zeg, redding door Oenerstaal. Davy Klaassen, een kans om te scoren. Wat een mooi doelpunt. Bij dit doelpunt komt zoveel kwaliteit samen. Eerst die voortreffelijke steekpaas. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Flap. Een echt gevecht om de bal. De scheidsrechter zet een fluit. Dat was de eerste helft. De stand is nu 3-0. 3-0 eerste helft voor Ajax. Deze spelers zitten lekker in de wedstrijd hoor. We gaan gelijk door. 3-0. We moeten er nog 3 proberen bij te doen, maar of dat gelukkig gaan we zien. De godenzonen gingen rusten met een voorsprong. Ik ben benieuwd wat de tweede helft brengen zal. Kijk, dat is goed onderschept. Michel Vlap. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Diep komt eruit, pakt hem. Davy Klaassen. Nicolas Tagliafico. Sébastien Haller.
De tegenpartij mag ingooien na die ingreep. Bal naar de andere partij. Ajax heeft de ruimte daar gevonden of gecreëerd langs de rand van het veld. Nou, dit gaat net goed. Maar ik zou hier niet te vaak een sliding maken. De speler in balbezit onder druk gezet. Hij zet al vroeg druk. Ja, die overtreding is wel gezien. Daar, Dijon! Groter wordt die kans niet. En het gevaar is weg. De doelman houdt de inzet van dichtbij tegen. Ja, en dat doet die keeper toch heel knap. Echt petje af. Ryan Gravenberg. En daar is Nicolas Tagliafico. Tegenstander neemt over. Komt hij tot een schot? Daar voorkomt hij narigheid. Giovanni Troupé. De bal is hij kwijt naar die tackle. Ruimte voor de counter. Die loopactie had een fractie later gemoeten. Ja, inderdaad. Sébastien Allaire. Deze kan erin. Zo, die zit er mooi in, zeg. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. De trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. 22, Sebastien Haller. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Davy Klaassen. Nicolas Tagliafico. Komt er een doelpunt aan? Net iets te vroeg zijn turbo aan. We gaan wisselen. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. En hij komt eruit met de bal. Oh, mooi, zegt die reflex van de doelman. Maar hij had heel weinig tijd, Siert, om op die inzet te kunnen reageren. Goed gedaan. Komt de hoekschop in het midden. En een eenvoudig blok. Amsterdammers mogen ingooien. Deli Blind. Raakt de bal kwijt na die tackle. Uitstekende mogelijkheid. Goed ingegrepen en het gevaar is daarmee geneutraliseerd. Ja, en op de tribune zijn ze niet blij met die beslissing. De mensen zijn ervan overtuigd dat het... Zit, stop! Er komt een goal aan volgens mij. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Ja.
Ja, wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar de bal wordt daar verloren op een plek waar dat echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van dien. Het is een bijzonder slordig. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Al vroeg druk gezet. Steven Berghuis. Die bal is een strafschop voor de Amsterdammers. En gewoon een strafschop. Maar hij trekt er geen kaart voor. Terecht. Ik snap hier echt helemaal niets van. Je moet hier gewoon een kaart voor geven. Nummer 2. Giovanni Troupé. Daarvoor in de plaats komt nummer 5. Gijs Smal. Wordt dit de beslissende goal? Hij schiet hem erin vanaf 11 meter. Ja, die keeper wordt gefopt, hè. Die gaat de hoek in, maar de bal gaat dwars door het midden. De oorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. Hij is hem kwijt. Hij is zijn tegenstander voorbij. Een sublieme redding, zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. En hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dat maakt het ook zo knap. En dat levert een formidabele redding op. Hoekschop wordt voorgegeven. Het gevaar wordt eruit gehaald. Al vroeg onderschept die bal. Sébastien Haller. De bal is hij kwijt na die tackle. Ruimte voor de counter. Ze kunnen het nog afmaken. Ja, afgelopen. De 3 punten zijn binnen voor Ajax. Nou, eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht vandaag. Een makkelijke wedstrijd. Verdiend gewonnen. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. 6-0 voor Ajax. Zoals gewoonlijk bedank ik jullie weer voor het kijken naar de FIFA 22 gameplay. Mocht je nog geen reactie hebben achtergelaten, laat een reactie achter. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan. Voor nu bedank ik jullie allemaal voor het kijken en tot de volgende gameplay.